zie je dat dat moeilijk is. Nou, belangrijk is gewoon de hond aan de lijn houden. Hier op de Veluwe kun je eigenlijk overal een wolf tegenkomen. En lijn je hem pas aan als je de wolf tegenkomt. Dan zijn er heel veel honden die je niet meer aan de lijn krijgt. Dus dat is niet handig. En ik geloof niet in kijken en ervan genieten. Maar ik geloof in een wegjagen in plaats van genieten. Dus care, not stare. Ja, wij liepen in het bos 's ochtends vroeg met een hond aan de lijn gelukkig. En wij hoorden een hoop gegrauw naast ons dat we dachten, oeps, dit is toch echt niet prettig. En dus we zijn heel voorzichtig weer omgedraaid. We wisten dat we in een gebied liepen waar de wolf zijn territorium had, waar het kerngebied was. Wij mochten daar lopen, maar het voelde niet heel prettig. Het is een fabeltje dat je wolven alleen maar in het donker kan zien. En ze lopen ook wel overdag, maar natuurlijk in de schemer heb je veel meer kans. Dus nu, het lijkt al wel licht, maar eigenlijk zijn we nog voor zonsopgang hier. Daarom staan we natuurlijk ook aan de rand van het bos. En dan is er meer risico